We hebben zometeen hele leuke gasten en onderwerpen. We hebben Maarten Pijnenburg en Sander Heesakkers. Zij voetballen allebei bij Jong PSV. Rory Tansen is inmiddels al aan het gamen in de studio. Hij heeft zo'n verzameling aan games dat hij er zelfs zijn eigen expositie heeft ingericht. We gaan praten met twee jongens van B-Town, namelijk over het Rommelfest. En over wat je allemaal bij B-Town kunt doen. En dat is Nick van der Ven en Sander Blom. En hij is een Amsterdammer, wijkagent. Maar hij is vooral bekend hier in Boksel omdat hij al jaren in de Raad van Elf zit. En hij heeft het landelijke nieuws gehaald als clown Poey. Het is vandaag dinsdag 7 april. Welkom bij Dommeland Live. Ja, en Maarten Pijnenburg en Sander Heesakkers, ze zijn nog jong. De een is 18, de ander is 20. En ze voetballen al heel wat jaren bij PSV, zitten bij Jong PSV. En ik wil daar heel graag meer over weten. Ten eerste ben ik ontzettend trots dat jullie hier zijn. Van harte welkom allebei. Maarten, ja. 18 jaar en cool. Onlangs je debuut gemaakt in het betaald voetbal. Ja, inderdaad. Hoe is dat dan? Ja, heel gaaf eigenlijk. Ik kreeg het te horen de dag voor de wedstrijd dat ik mee uit mocht naar Telstar. Daar doe je het eigenlijk al die jaren voor, vanaf het moment dat je bij PSV komt. Dus dat was wel heel mooi, ja. En dan hoorde je echt pas een dag van tevoren? Ja, klopt. Gaat het altijd zo? Dat zou ik zo niet weten. Ik heb het niet met meer jongens over gehad, maar ik kreeg het de dag van tevoren te horen in ieder geval. Hey, en toen heb jij meegespeeld en volgens mij was het een hele goede wedstrijd toch, hè? Ja, het was, ik had 20 minuutjes mee mogen spelen. Dat is heel wat, toch? Ja, klopt. Ja, dat is wel mooi. Ik mocht invallen in de tweede helft. Dus ja, dat was wel mooi. En als team hadden we toen een goed resultaat gehad daaruit eigenlijk door 1-1 te spelen. En Sander speelde toen ook mee in die wedstrijd. Oké, okay. Want jij bent 20. Jij zit er al een tijd langer bij, hè? Mijn vraag is eigenlijk aan jullie allebei van, hoe kom je nou bij PSV? Want jullie zijn allebei begonnen in Boksel, allebei bij ODC ook. Sanne? Ja, ik ben zelf begonnen bij LSV in Lennepsheuvel. Oh, ah, kijk. En toen ben ik ook scout voor PSV. En toen mocht ik een paar dagen zondag mee komen trainen. En hoe oud was jij toen? Toen was ik 6 jaar. 6? Maar toen adviseerden ze mij om naar een iets hogere club te gaan, omdat ik toch nog niet net nog niet goed genoeg was. En toen ben ik naar ODC gegaan en toen ben ik uiteindelijk op mijn 10e wel weer bij PSV terechtgekomen. En ja, dat lijkt me toch ook geweldig. En hoe gaat dat dan, Maarten? Jij bent dus ook gescout. Ja, en dan, wat gebeurt er dan? Wat moet je allemaal doen dan? Ik werd om mijn 6e gescout voor PSV. Had je jeugdplan had je altijd op zondag. Een? Jeugdplan noemen ze dat. En dan komen eigenlijk allemaal jongens. Van de leeftijd van 6 jaar komen we dan op zondag bij elkaar om eigenlijk altijd wedstrijdjes te voetballen. En steeds vallen er jongens af. En ik zat bij de laatste 10 die overbleven en die vormden dan de F1 eigenlijk van PSV. En met hoeveel begin je dan met die jongens? Want het ik denk dat je wel met de jongens of met zo'n 100 man begint zoiets. En dan vallen er steeds, er zijn heel veel rondes eigenlijk en er vallen er steeds meer af. Maar dan ben je toch iedere keer hartstikke zenuwachtig? Of wat kun jij je daarvan herinneren? Het is natuurlijk al lang geleden. Eigenlijk heel weinig, maar ik weet in ieder geval dat mijn vader ging altijd mee op zondag dan om mee naar de jeugdplan toe. En toen op een gegeven moment ben ik erbij gekomen en ik weet in ieder geval dat ik nog de brief thuis kreeg dat ik bij PSV mocht komen voetballen. Dus dat was wel heel speciaal. Ja, sprong je geen gat in de lucht of hoe ging dat toen? Ja, zeker. Oh, wat leuk. En dan zit je dus bij dat jeugdplan en dan ga ik maar even naar Sander. En dan? Dan blijven er een aantal over en wat gebeurt er dan? PSV zelf is dan denk ik op zoek naar de beste spelers die daar rondlopen. En als we een goede speler zien, dan vragen ze hem voor echt een vast elftal. En volgens mij beginnen ze daarmee met de eetjes. Dat zijn ongeveer jongens van 10 jaar. En ja, zo rond die leeftijd proberen ze dan de beste spelers van de regio bij hen te krijgen. Ja, ja.
En hoe vaak moet je dan, als je zo jong bent, naar Eindhoven om te voetballen? Als je echt in zo'n team speelt, dan moet je denk ik al snel 4 keer in de week trainen. Jeetje zeg. Dus voor zo'n jonge leeftijd is dat best heftig. Ook als je dan nog op school zit. Dus, En is dat dan meteen na school? Want ik neem aan als je 6 bent en je moet nog 's avonds. Die jonge kinderen die trainen altijd rond de avond, volgens mij rond 1 uur of 6. Ja, ja, ja. Dus dan moeten ze wel eerst naar school en daarna nog trainen. Mm-hmm. En jullie zijn dus allebei doorgegroeid en steeds overgebleven of hoger geplaatst. Ja. Jullie kennen elkaar inmiddels omdat jullie, nu hebben jullie in hetzelfde team gevoetbald. Hebben jullie al eerder met elkaar opgetrokken met trainingen en zo? Of hoe gaat dat? Ja, we kenden elkaar al wel eerder. Ook omdat we allebei uit Boksel komen. Heeft dat een schept een band, hè? Ja, ja dus ja, we hebben elkaar altijd al wel gevolgd. We komen ook van dezelfde club, dus daar kwamen we elkaar ook wel eens tegen. Mm-hmm. Dus ja, buiten het voetbal hebben we ook wel eens contact gehad. Ook omdat we op dezelfde school zaten. Welke? Pleincollege Sint Joris in Eindhoven. Dus, is dat dan verplicht dat je in Eindhoven op school gaat? Die jongens die op VMBO T of hoger zitten, die gaan naar die school waar wij allebei op zaten. Ja? En die jongens die in lagere opleiding zitten ook op een bepaalde school. Dus wel iedereen zit, of de meeste jongens zitten bij elkaar op school. Maar leg eens uit, je gaat dus bij PSV voetballen, je hebt talent. Ik heb het gevoel, je maakt deel uit van een voortraject, van een plan. Bepalen ze dan in overleg daar welke school jij gaat doen met je ouders? Dat is dan echt de consequentie. Je mag niet zeggen, nee, ja, we gaan liever naar Maandereren in Boksel. Dat moet dan? Ja, het is wel verplicht volgens mij. Ja, het is puur omdat je anders niet met je training en school overweg kunt komen. Oké. Als iemand, sommige jongens komen uit Amsterdam of van verder weg nog. Ja. Als die helemaal uit Amsterdam eerst naar school toe moet en daarna naar PSV om te trainen, is school bijna niet met school te combineren. Nee, dat snap ik. PSV heeft volgens mij ook een samenwerking met die school, als je moet trainen, dat je dan eerder weg mag. En ook met het vervoerssysteem, ik denk ook dat daarom is dat alles gewoon makkelijk geregeld is. Ja, nou dat lijkt mij ook. Hoeveel spelers zitten er nu eigenlijk bij Jong PSV? Kunnen jullie daar iets van zeggen? Er zitten ongeveer 18 spelers in mijn team. Maar er zijn ook wel eens jongens geblesseerd. En dan moeten ze net als die keer dat Maarten meedoet van een lager team spelers vragen om mee te doen. Ja. Ik ga nog even terug. Je zit dan op school in Eindhoven. Dus je hebt huis en haard al verlaten. Je moet al voor die jonge leeftijd al veel reizen. Hoe zit dat nu, Maarten? Want je bent 18. Hoe ziet jouw leven er nu uit? Zit jij nog op school of werk je al? Of is het alleen voetbal? Nee, ik zit nu in mijn laatste jaar van HAVO, dus HAVO 5. Dus ik heb over een maandje ook mijn examens. Jee. Maar het is eigenlijk op maandag ga ik eerst naar school toe en daarna trainen. Mm-hmm. Dinsdag ben ik 2 keer per dag aan het trainen. 2 keer per dag? Ja. Dan heb je geen school, maar dan is het trainen? Ja, alleen maar trainen. Dan heb ik woensdag een hele dag school. Dan heb ik donderdag heb ik ook 2 keer trainen, dus ook geen school. En vrijdag heb ik eerst een ochtendtraining en in de middag nog school. Er zijn een heleboel jongens nou jaloers, denk ik. Geen school trainen. Ja, het is wel. Maar je moet er wel veel voor laten ook om het allemaal bij elkaar te houden. Wat moet je er vooral voor laten dan wat je eigenlijk best zou willen doen? Ja, ik bedoel met. Op school, je moet op school toch ook wel je goede punten halen eigenlijk. Ja. Je moet ook veel, bijvoorbeeld als je een avondje met vrienden misschien ergens iets wil gaan doen, FIFA, PlayStation een beetje. En dan zul je toch ook eerst moeten kiezen dat je huiswerk en zo af hebt. Ja, precies. Dat is een hele tour, hè. Ik heb nog iets voor jullie meegenomen, want ik heb natuurlijk gegoogeld. Jullie hebben allebei een beetje favoriete voetballers. En Maarten, bij jou zag ik, en daar heb ik ook een foto van. Zag ik een hele bekende voetballer. Dit zijn jullie bij PSV. Als we even doorgaan. Jij bent fan van, als ik het goed zeg, Sergio Ramos. Ja, denk klopt. Dat zo goed? Ja. En dan had jij bijgeschreven, ik spreek even op mijn lijstje. Die vind jij zo goed, omdat hij, zeg jij, een echte over mijn lijk mentaliteit heeft. Dat staat in ieder geval bij Jong PSV. Klopt. Moet ik me zorgen gaan maken? Of wat bedoel je daarmee? Ja, daar bedoel ik eigenlijk mee van
als verdediger een overmelding mentaliteit heeft, dan doet hij echt alles voor om te winnen. Okay. Dus als er een keer een harde tackle of wat dan ook uitgedeeld moet worden, dat hij het dan wel doet. Aha. Jullie zijn allebei verdedigers, hè? Ja, klopt. Ja? Waarin verschillen jullie van elkaar? Hij is centrale verdediger. Ja? Hij is vooral een speler die moet opbouwen en spits uit moet schakelen. En ik sta linksback. Ik moet ook wel mezelf bemoeien met opbouw, maar voor mij worden ook meer aanvallende dingen gevraagd. Oké. Ik ben zelf ook wel aanvallend ingesteld. Dus ja, ik speel meer aan de zijkant dan hij meer centraal in het veld. Dus ja, dat is denk ik het grootste verschil. Lijkt me een hele andere taak op het veld, inderdaad. Ja, klopt. Want Sander, jij bent een groot bewonderaar van Arjen Robben. Stond dat te lezen? Is dat inmiddels gewijzigd? Of? Nee, ja, dat is al wel van een tijdje terug, maar het is nog steeds niet gewijzigd. Nee. Er zijn nog wel meer spelers die ik goed vind, maar ik vind Robben sowieso wel de beste Nederlandse speler. Oké. Ontmoeten jullie ook spelers van PSV zelf, het grote team, de volwassen heren, zeg maar? Ja, Krijg je die nu ook te zien? Kun je daarmee praten? Of hoe gaat dat? Ja, ik ken sowieso wel veel spelers persoonlijk. En ja, persoonlijk, komt ook omdat je er vaak mee hebt getraind. Omdat als je hoger komt, dan train je wel eens samen. Of je moet zelf een keer meetrainen. Of spelers van het eerste die geblesseerd zijn, moeten bij mijn team spelen. Okay. Dus dan leren we elkaar onderling sowieso wel snel kennen. Is het echt jouw ding? Ja, het is echt mijn ding. Maakt het je blij? Ja. Ja, en Maarten, voor jou, heb jij al de grote jongens gezien en gesproken? Ik had laatst al een keertje met de A1, met Jong PSV en dan met het eerste eigenlijk hadden we een training met z'n allen. Mm-hmm. En dan spreek je ook wel met sommige jongens eigenlijk uit het eerste. En dan bijvoorbeeld zo met Stijn Schaas of met Jeroen Soet heb het dan, die vragen dan wel hoe het met je gaat en die geven je wat tips eigenlijk. Blij mee? Ja, zeker. Is dit ook echt wat jullie, dat kan me niet anders voorstellen dan ja. Zien jullie jezelf nog in Nederlands elftal? Ooit? Ja, dat is wel je droom. En ja, het moet eigenlijk ook wel een doel zijn, want je probeert altijd het hoogste te bereiken. Maar ja, eerst probeer je zo goed mogelijk bij PSV jezelf te ontwikkelen. En dan ja. Dat snap ik, ja. Ja, het zou mooi zijn als het ooit gebeurt. Ja, volgens mij willen al die jongens dat, hè? Al die mannen die dat doen. Betaald voetbal, loop je al binnen, Maarten? Nee, ik niet. Ik heb geen contract dus. Ah, dus je krijgt dan eerst je contract en dan worden bedragen in afgesproken? Ja, precies. Is dat bij jou al wel, Sander? Ja, ik heb wel een contract. Ik heb in 2013 een contract getekend tot 2016. En als dit seizoen is afgelopen, dan heb ik nog één seizoen te gaan. Dus ja, dat is ook wel. En hoe zijn de kansen op verlenging of hoe gaat het? Ja, ik denk dat de kans wel aanwezig is dat het wat verlengt. Want ja, ik heb wel het gevoel dat het de goede kant op gaat. En is het al zo dat je daarvan kunt leven, Sander? Ja. Echt? Wauw. Ja. Even doordoen, Maarten, dan? Ja, hè? Zeker. Hé, wat geweldig. Ja, het is wel fijn. Want nu kan ik me ook gewoon volledig richten op het voetbal. Ik heb in 2013 wel mijn VWO-diploma gehaald. Maar daarna ben ik gestopt met school. Oké. Okay. Ik denk ook als je deze kans krijgt, dan moet je er ook voor gaan. En dan vind ik het zonde als je dan te veel gaat richten op andere dingen waar je misschien achteraf spijt van hebt. Dus bij jou is het alleen allemaal, alles is voetbal voetbal. Moment. Ja. Oh, jezus. En dan 20 en dan betaald voetbal, lijkt me toch geweldig. Ja, dat is ook heel mooi. Ja, soms sta je er niet bij stil, maar als je andere mensen erover wilt praten of je kijkt naar anderen, dan moet je er eigenlijk wel blij mee zijn. Nou, ik vind super jongens. Tot slot, PSV wordt kampioen, hè? Ja, waarschijnlijk wel. Ja, zeker. Zeker? Waar moet het nog even binnengehaald worden? Ja, ze moeten gewoon twee keer thuis winnen. Of zelfs als ze één keer winnen en Ajax verliest, dan zijn ze ook kampioen. Dus ik denk zelf dat ze over twee wedstrijden kampioen zijn. Oké. Ja. Nou, wij gaan meeduimen en meekijken. Dankjewel voor jullie aanwezigheid in de studio. Succes bij PSV. Dankjewel. Want Maarten de Gans is in the house. Dat is vanavond de artiest. Uit Bokstel en omstreken die voor de muzikale omlijsting gaat zorgen. Maarten, take it away! Voor rood werd gezongen, vol mannelijke kracht. Een lied
met ons allen, want Eendracht maakt macht. Wij trekken ten strijde, een strijd vol van vlee. Vooruit nu rood-wit en vooruit PSV. Voor rood-wit gezongen, vol mannelijke kracht. Een lied met ons allen, want Eendracht maakt macht. Wij trekken ten strijde, een strijd vol van vrede. Vooruit nu rood-wit en vooruit PSV. Vooruit nu rood-wit en vooruit PSV. Dankjewel Maarten, hey. Hartstikke mooi gedaan. Toepasselijk, zo even. Nou, bijna zo even. Heel knap. Dat er een digitaal apparaat bij is. Ah, geweldig. Nou, dat mag in deze tijd, hè? Gelukkig wel. Dankjewel, straks meer Maarten. Ondertussen is op de bank komen zitten Frank Westerop, Amsterdamse wijkagent die in Boksel bekend is omdat hij al jaren in de Raad van Elf zit. Dat wist ik helemaal niet, nu wel. En hij heeft onlangs landelijk de krant gehaald omdat hij heel veel activiteit heeft als clown Poey. En dat heeft alles te maken met global clowning. Frank, van harte welkom. Ja, dankjewel. Hartstikke leuk dat je er bent met de trein vanuit Amsterdam. Absoluut. Ik ga even terug, want hoe kom jij als Amsterdammer nou terecht in de Raad van Elf al jaren in Boksel? Ja. Nou, het duurt inmiddels al 20 jaar dat ik hier carnaval vier. Jee. Dus ik vind het ook fijn om hier te mogen zijn en mijn verhaal te doen, want het is toch mijn tweede huis ondertussen. Ja, maar hoe kom je hier in Boksel terecht dan, in die carnaval? Dat is ooit, 21 jaar geleden dan met een wintersport. En een bokstelaar, die was daar ook, ik kan zijn naam wel noemen, Rob ten IJs. Niet heel de beroemde zanger. Ah, en die, toen wou ik een keer, ik heb je zo'n gesprek en ik zeg, nou, ik wil altijd nog een keertje carnaval vieren, maar dan echt onder de rivieren. En nou, Bokstelse gemoedelijkheid. En zei, nou, dan kom je toch bij mij. Ja. Maar ja, hij wist natuurlijk niet dat ik nooit meer wegging. Je bleef hangen. Dus ik ben er nog steeds. Ga je het ook hier doen? Mag hoor. Ja, blijf ik hier ook hangen. Dat maar. Nee, ja. Hartstikke leuk. En inmiddels in de Raad van Elf? Ja, dat was de volgende stap. Toen ik daar 2 jaar kwam, 4 jaar kwam, 6 jaar kwam. Toen zeiden ze, nou, iedereen dacht, je komt een jaartje langs. En toen was het, ja, je moet in de Raad van Elf gaan. Maar iedereen had eigenlijk ook zoiets van, dat kan helemaal niet. Want ja, dan moet je uit Boksel komen. Ja, met import en zo. Dus ik was 1 keer op zo'n oktoberfeest, een herfstfeest op de markt. En daar stond een steentje van de carnaval. Dus ik dacht, ik ga toch stiekem eens vragen. En toen zeiden ze, nee hoor, het gaat erom dat je het carnaval kan uitdragen en waar je vandaan komt. Dus ik daar snel een briefje ingevuld en me opgegeven. Ja. Nou, en dat duurt nu al 14 jaar. De Raad van Elf is 14 jaar. Dus, leuk. Ja, ik vind het nog steeds een geweldig feest. Ik kom op vrijdag, ik ga woensdag pas weg. Super. En dat kun je allemaal combineren met je werk? Want je bent wijkagent in Amsterdam, hè? Ja. Welke wijk? Ik neem gewoon vakantie dan echt op. En ja, ik ben wijkagent in Amsterdam, West. Mm-hmm. En nou, dat zijn natuurlijk veel multiculturele wijken. Dus nou, het kan wel eens wat heftiger zijn. En gelukkig zijn er ook wat rustigere fases. Ja, over dat heftig gesproken, want ik heb gegoogeld en misschien dat we even samen mee kunnen kijken. Je hebt getwitterd. Als wijkagent op 16 januari, aanslagen en geweld brengen wel de reden naar voren waarom ik voor de functie van wijkagent koos. Poot in de klei, ogen en open oren in de wijk. Ja, nou, dat zegt ook precies waarom ik kies voor die functie. Want ik ben erg van nog steeds op straat en in uniform. Dus ik hoef niet bij de recherche. Er zijn gelukkig weer een heleboel andere mensen die dat leuk vinden en die dit niet willen. Ik vind het gewoon fijn. En als ik het in 1 woord moet zeggen altijd wat wijkagent voor mij is, dan is dat dat een wijk veelzijdig moet zijn. Dus dat ik de ene dag kan zeggen, nou, vandaag ga ik eens kijken hoe het met de jeugd staat. En een andere dag dan ga je eens kijken de horeca of de winkels of wat dan ook. Ja. Dus dat is voor mij het belangrijke daarin. Dat je gewoon elke dag lekker kan variëren in je werkzaamheden. Dat vind ik heel belangrijk. En is het nog een beetje te doen, wijkagent anno 2015? We lezen natuurlijk de laatste tijd de meest moeilijke berichten. Is er veel veranderd, vind je? Of? Nou, in Amsterdam bestaat het sinds 2000 officieel weer. Dat was dan buurtregisseur. En nu is het weer landelijke politie of nationale politie.
En nu is de wijkagent, dat is dan de vorm. Maar ja, in de regio Amsterdam hebben we er geloof ik 230, 240. Mm-hmm. En iedereen voert die functie natuurlijk ook een beetje op zijn eigen manier uit. Die ruimte heb je ook? Die ruimte heb je wel. En dat ligt natuurlijk ook weer aan wat voor wijk je hebt. Sta je midden op het Leidseplein met alle horeca of zit je ergens bij Oudekerk? Ik zeg wel eens met drie koeien in een kerk. Niet lullig bedoeld. Maar dat is natuurlijk een heel andere manier om dat in te vullen dan. Ja. Mm-hmm. En we gaan een hele grote sprong maken. Want met welke reden is Clown Poey geboren, ontstaan uit jouw brein? Of uit jouw binnenste? Dat is echt gegroeid tot een passie. Het is Clown Poey is het eigenlijk. Poey, P-O-W-I-E. Oh, Poey van Poey? Ja, nee, nou, dat gaan we altijd meteen bedenken. Ja. Het mooie van het clownen was dat, ik denk dat dat alweer 10, 15 jaar geleden is, dat ik zit tv te kijken en er is een filmpje over clowns die gevraagd worden. Dat was dan de Clinic Clowns. En dat raakte me meteen, hè, van dat clownen voor zieke kinderen. Dus ik dacht, dat wil ik ook. Maar ik dacht dat het vrijwilligerswerk was. Dus ik briefje schrijven en ik had er een beetje een dolletje van gemaakt. En die mensen belden netjes 3 dagen later terug van, nou meneer, maar dat is een baan. Dus ik zei, nou sorry voor mijn naïviteit. Hè. Ik dacht, na je werk, neus op en grappig doen. Nou, dat is het dus niet. Dus toen heb ik het even laten liggen van, ja, een baan heb ik al. Maar dat bleef toch... Bleef hangen. Bleef zoomen. En toen ben ik dus gaan kijken van, nou wat kan je dan doen? Ja, naar een clownschool. Dus dat heb je ook echt gedaan, hè? Ja, bij de politie ga je naar de politieschool. Als je wilt tennissen, ga je naar een tennisschool. Dus zo gek is dat niet. En toen ben ik inderdaad, heb ik een aantal jaren allerlei opleidingen gedaan. Van 2 weken, van 3 maanden. Ook een opleiding van 2 jaar. Joh. Dat is ook met stage lopen bij senioren, bij kinderen op lagere scholen. En dan ga je ook kijken, wat voor clown wil je worden? Nou, eigenlijk wist ik het al, hè, voor kinderen en eigenlijk voor zieke kinderen. Wat is daar de ja, ja wat, ik, moeilijk ik, misschien om te benoemen? Nou, maar... het mooiste is misschien te benoemen, in Amsterdam natuurlijk het levenslied Willy Alberti. Die heeft ooit het nummer geschreven, De Glimlach van een Kind. Nou, dat vind ik het mooiste Nederlandse nummer wat er is. Maar dat is ook onbetaalbaar. Weet je, als je... Maar echt, is mooi, hè? Gaat hij zingen zo? Als je gaat zingen, is het mooi. Ja, super. Maar... ja... Maar dat is hartstikke mooi. Sorry. Ja. Hij gaat door. Hij doet gewoon lekker mee. Moeten kiezen. Nee, maar dat is dus, dat is dus ook in het echt. Ik clown nu 1 keer in de week vrijwillig in het ziekenhuis, in het VU, in Kinderstad. Ja. En, ja, iedere week, hè? Iets mooiers is er eigenlijk niet, weet je. Op het moment dat je ziet dat je verschil maakt voor zo'n kind, dat je inleeft in wat het kind wil. Dus niet van, ik kom hier en kom maar bij. Nee, wat wil het kind? Ja, ja, weet je, dat raakt me nu zelfs als ik het vertel. Dat is zo gaaf. Want jij zei het al in ons voorgesprek wat wij gehad hadden. Ik ben geen clown die kunstjes, die kunstjes geen doet. Trucjes, het is niet zo, je belt me op, ik heb een kinderfeestje. Ik knoop 10 ballonnen aan elkaar en ze krijgen allemaal een neus op en ik ben klaar. Want jij gaat meer op het moment zelf. Kijk jij hoe jij kunt inspelen. Hè? Ja, kun je daar eens een voorbeeld van noemen? Ik noem het ook wel eens een belevingsclown. Dus je gaat in de beleving van een ander. Waar heeft die behoefte aan? En inderdaad, er zijn ook mensen die komen met, en niks mis mee, maar die komen met een kist en die hebben precies een 40 minuten programma. En heel veel mensen vinden dat fijn, want dan weten ze waarvoor duidelijk, ze betalen. Ja. En dan zeggen ze, ja, maar wat kan jij dan voor trucjes? En dan zeg ik, ik kan geen trucjes. Ja, wat ga je dan doen? Nou, ik ga tussen de mensen en dan gebeuren er dingen. Nou, dat is voor een heleboel te vaag. Maar ja, wat je ziet is, ik heb 1 voorbeeld met een meisje in een rolstoel. En die kon eigenlijk niet goed praten en de hoofd een beetje scheef en af en toe geluiden en de kwijl uit de mond. En ik was daar en ik maakte contact, maar ik kon dus niet inschatten hoe dat was. En hoe ik uiteindelijk inschatte dat het iets moois was, dat zag ik aan die moeder. Want in mijn ooghoek zag ik die moeder bij de rolstoel zitten en die zag ik steeds een stapje opzij doen. Maar ik zag ook de glimlach op de mond steeds groter worden. Oh. Dus die wist hoe haar kind natuurlijk in elkaar zat. Dus dat die bewegingen en dat schudden, dat positief was. Want ja, ik weet dat niet. Voor hetzelfde geld is dat de hele dag. En dat is wat ik bedoel met, ja, dat is zo mooi. Ja, prachtig. Dus, je voelt het moment en wat je dan kunt doen. Hè? Je bent wekelijks te vinden, hè, in het ziekenhuis als clown Poey. Poey. Maar nu heb je, ja, nu ga je groter, je gaat internationaal, global clowning. Ja, global clowning, dat is via, je komt wel eens wat mensen tegen en die zeiden, jij moet een keer praten met Annemiek. En Annemiek is ook clown. En
die zegt, want daar zit een link. En ik heb altijd gedacht, toen ik ging clownen, dan denk ik wel groot van, nou, je hebt artsen zonder grenzen. Waarom bestaat er nou geen clowns zonder grenzen? Dus dat zat ook in mijn hoofd. Maar ja, dat gaat dan weer weg en dat komt. En die Annemiek heeft dus 3 jaar geleden een stichting opgericht. En dat is dus Global Clowning. Mm-hmm. Dus alle informatie over te vinden, globalclowning.com. Mm-hmm. En ja, we gingen... Wat is het doel van de stichting? Nou, de stichting is eigenlijk tweeledig. Dat is, het gaat om kinderen. Dus echt alle kinderen, dus van 2 tot 18. En het gaat om plezier maken en continuïteit. En dat klinkt misschien even van, wat is dat dan? Mm-hmm. Maar we hebben ook met Global Clowning, even een moeilijke term, Global Clowning Creativity Program. Ja. En dat is om de continuïteit dus te waarborgen. Ja, niet dat je 1 keer komt en het valt dan nou ja, wij komen dan bijvoorbeeld, wij gaan dus internationaal naar ontwikkelingslanden. Er zijn al reizen geweest naar Ghana, naar India. 1 juni ga ik naar Oeganda voor 2 weken. Wordt mijn eerste reis. Echt super spannend. Zo. En ja, als ik daar 2 weken ga clownen met die kinderen, weeshuizen, achterstandswijken, kindsoldaatjes. Ja, weet je, het is super gaaf. Maar als we na 2 weken weggaan en dat was het, mm-hmm. dat is zonde. Dus die continuïteit doen we door daar ook 4 dagen lang of 4 dagdelen een korte cursus te geven aan de ouders, de begeleiders. Zodat die daar nog mee verder kunnen. Okay. We nemen ook echt zo'n hele koffer met clownneuzen mee. Ja, ja, ja. En boekjes, vooral met plaatjes natuurlijk, mm-hmm. met kleuren, mm-hmm. Ballonnen. Dus dat plezier maken en continuïteit. En ja, inmiddels, Global Clowning bestaat 3 jaar. Mm-hmm. Nou, de coole cijfers. Ik geloof dat we al op meer dan 150 locaties zijn geweest. Zo. Er is al geclowned voor meer dan 12.000 kinderen. En ja. Dus, nou, het is zo dat het geen snoepreisje voor je wordt. Integendeel, hè, zei je ook. Ja, het is want net je, hoe je het bekijkt. Inderdaad. Ja, want nou ja, goed. Het is, ja. Het is in ieder geval geen stichting die bakken vol met geld al heeft. Want ik heb begrepen dat jij zelf je kosten en zo. Ja, nou, dat is omdat Global Clowning. Toch? Sorry, Global Clowning is inderdaad een stichting waar alleen maar mensen zitten die onbezoldigd, dus vrijwillig. Ja. We hebben voor zover ik weet niet een graaier zitten, zeg maar. Hè, die nee, wat je nou, tegenwoordig zoveel blij, hoort. Ja, ja, ja. Maar we zijn 3 jaar oud, dus we hopen op veel naamsbekendheid. En natuurlijk, weet je, mensen mogen altijd doneren. Want nu is het zo, ja, het is mijn eerste reis. We hebben nog geen dikke spaarpot. Dus mm-hmm. ik ben zelf aan het funden, funden. Ik weet even het woord. Donaties aan het binnenhalen. Slapen, ja. Om mijn reis- en verblijfkosten te doen. Want ik kan verlof nemen op mijn werk. Maar ik moet er wel naartoe. Ja. En ik hoef helemaal niet daar in een 5-sterrenhotel. Dat gaat ook niet gebeuren. Nee, maar want dan je ben je zit daar weg, echt bij de mensen weg. Weet je, die, ja, ja, ja. Die kinderen, ze kennen daar geen openbaar vervoer. Ze kennen geen dokter. Ze kennen misschien ook wel de clown niet. Dus soms is het ook wel spannend wat dat weer brengt. Precies. Maar dus daar ben je nu mee bezig en jouw vertrek is gepland op ongeveer? 1 juni. Staat vast. Staat maandag vast. 1 juni, dan okay. moet het gebeuren. En het gaat gewoon gebeuren. Dus... Nou, heb ik al gehoord, want dat nieuwtje, dat heb je hier te melden. We hebben hier binnenkort in de buurt, hebben wij Slowlands. Ja. En vertel eens, want daar gaat iemand jou in ieder geval helpen. Ja, nou, ik kan hier uren vertellen. Gaan ja, we even doen. Kort, mag ik nog? Nee, even kort. Maar Slowlands is inderdaad, dat komt hier in Bokstel en Liemt. 11, 12, 13 september uit mijn hoofd. Wordt georganiseerd door onder andere in ieder geval door Professionals Company, als ik het goed heb. En mond-tot-mond reclame werkt vaak goed. Nou, dat blijkt ook hier. Want ik ben dus benaderd dat er wordt altijd wel een goed doel geplakt aan zoiets. En dat is in dit geval ook. En die zegt, ik wil voor Global, Clowning sponsoren. Super. En daar heeft hij dan een idee voor met statiegeld, wat je dan voor je beker betaalt, maar wat je dan afstaat aan Global Clown. Dus hoe dat precies gaat, het staat allemaal in de kinderschoenen. Maar ja, dat is zo mooi. Dat ik kom wel nog een keer terug anders. Nou, precies, ja. Frank, voor dit moment bedankt. Blijf lekker zitten, zou ik zeggen. Ja. Want we gaan zo meteen praten met Rory. Maar ik ga even kijken, want misschien hebben jullie het al gezien. Er wordt namelijk in de studio wordt er al flink gegamed. En ik ga eens even kijken wat er precies gebeurt. Hallo Rory, wat ben je aan het doen?
Doe even zo. Of je een beeld bent. Een ding onder je neus. Ja, we zijn Super Smash aan het spelen voor de Wii U. En dat is een, Super Smash? Ja, Super Smash Bros. Dat is een serie die al sinds een heel oud apparaat van Nintendo loopt. Sinds de Nintendo 64. En dit is de nieuwste voor de Wii U. Die is september vorig jaar uitgekomen. En jij, jullie zijn nu tegen elkaar aan het spelen? Ja, we spelen nu gewoon tegen computers die in het spel geprogrammeerd zijn. Maar je kunt ook tegen elkaar spelen. En dit is helemaal jouw ding, hè? Ja, ja. Oké. En weet je, ik stel voor dat je even meekomt naar de bank, want dan praat wat makkelijker. Dan gaan we eens even over jouw hobby en jouw passie praten. Kom. Ja. Want voor de mensen thuis, Rory die heeft een beetje alle games in huis die er al ooit zijn uitgebracht op de markt. En sterker nog, wat ik al zei, hij heeft zoveel dat hij onlangs afgelopen weekend zijn eigen expositie heeft ingericht in het Oertijdmuseum in Bokstel. En daar heb ik ook even vooraf een kijkje genomen, Rory. Je bent vijfdejaars wiskundestudent. Ja, ik ben vijfdejaars student bedrijfswiskunde of technische wiskunde, zoals ze het vandaan noemen. En dat doe ik nog steeds. Daar probeer ik binnenkort af te studeren. Wauw. Heb je al plannen voor daarna? Ik werk nu al bij een bedrijf in Gelderop en ik hoop misschien daar nog wat te gaan doen. Ik ga daar in ieder geval mijn stage lopen en kijk daarna wel hoe het loopt. Ja, precies. Maar even over die games. Jij hebt ook van alles. Ik heb ook ontzettend veel zien staan in het Oertijdmuseum. Dit is een ouwtje, hè? Ja, dit is, dat is een NES. Dat is de eerste van Nintendo. Komt uit 1983. Ik heb ook een spel erbij gezet. Er zijn van die bakbeesten vroeger. Moesten van die grote cartridges in. Ja. Heb je ook opgespeeld? Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Regelmatig. Je bent echt helemaal idolaat van dat gamen. Waar zit hem dat in? Wat vind je daar zo leuk aan? Ik vind het mooi. Ten eerste, ik speel veel eigenlijk verhalende spellen. En voor mij is het hetzelfde als een boek lezen. Om mee te maken wat voor mooie verhalen nou in het spel zit. Is hetzelfde als wat voor mooie verhalen nou in een boek zit. Je beleeft het alleen anders. Je speelt het boek. Je hebt zelf ook misschien invloed op wat er gebeurt. Dus je kunt zelf een beetje het verloop en de afloop bepalen. Ja, inderdaad. En wat we dan net speelden, dat spel, daar is dan weer meer voor met vrienden. Mm-hmm. Maar als ik dan zelf alleen een spel speel, speel ik het liefst iets met dus een verhaal erin. Iets waar ik iets uit meekrijg, zeg maar. Oké. Interessant. We hebben voor de mensen thuis hebben we een beelden meegebracht voor ons. Ja. Want wat ik niet wist, en heel veel mensen thuis ook niet, is dat er echt gewoon op internationaal niveau gewoon wedstrijden gespeeld worden waar commentatoren bij zitten en alles. En daar willen wij u graag een stukje over laten zien. Neutrals are just good enough for you to stick with them. Right. So, first match is on Smash Show, of course. Not why people eliminate this stage. I mean, it's a pretty solid stage to just be even for both characters. Yeah, so. Battlefield and FD are more polarizing than the stages. It's very few characters will have a distinct advantage on this stage. It looks like Palutena can keep up with Captain Falcon with the super speed and the lightweight. That super speed makes Captain Falcon look like he is just too slow. Man. We were talking about Captain Falcon basically having a teleport grab. That was a nice knee out of nowhere. Oh, he might have double jumped. I'm it not might sure. Have been. I wasn't able to catch it. Everybody is. Okay. Well, it looks like Palutena was moving so fast. Goku. Falcon just got confused and he was unable to fly back to the stage this match. Interesting. We'll see. Oh, we're going to Duck Hunt this time. And this was Kaioken's counter pick. This gives Palutena a lot of room, but it does give Falcon a lot of room as well. And the way that Aerolink was all up in Kaioken's business, this might be a pretty good. Aerolink is not letting him. Okay. He wants a Jiffy Cat, but. I'm nervous. And again, Goku just can't recover. No, I thought he could fly. I thought he could fly. He should have no problem recovering. Ja, jij vertelde net, deze is nog niet zo oud, hè? Ja, deze is ongeveer 2 weken oud. Die, misschien het spel of dit filmpje zelf. Ja, ik volg ze zelf ook op internet. Het is van hetzelfde spel als wij net aan het spelen waren. Ja, dat is al te zien, hè? Dus op een wat hoger niveau. En misschien leuk om te weten, een van de twee spelers die meedeed is 9e geworden op het grootste toernooi van dit spel. Dus zag ik toevallig. Nou,
En is dat ook iets waar je al prijzen mee kunt winnen? Ja, er zijn met dit, ik weet niet of met dit spel specifiek te doen is, maar er zijn dus spellen waar grote geldprijzen mee te winnen zijn ook. En doe jij er ook al met dat soort spellen mee? Nou, zo goed ben ik niet. Ik hou het vooral bij het verzamelen. Oké, okay, ja, want dat verzamelen, want ik hoorde Frank net iets zeggen tijdens het filmpje. Jij hebt ook nog iets leuks. Ja, nou, thuis, inderdaad, het is wel grappig, want hij heeft het over 1983, maar ik ben dan misschien nog van daarvoor. Ik heb thuis nog zo'n Pac-Man, maar dan zo'n grote kast uit 1980 is die volgens mij, of 79. Ja. Heb je die al? Nee. Hij mag een keer komen spelen. Hou ik jou nog? Ja, nee, dat is goed. Okay. Nee, maar, dat is echt nog, maar dat is de voorloper, denk ik, van dit weer. Ja, voordat mensen thuis echt spellen konden spelen, had je natuurlijk arcadehallen. Ja. Dat kennen wij nu echt niet meer. Maar daar gingen mensen toen heen om een spel te spelen. En vroeger, toen je ook Pong inderdaad ook. Ja, Pong, ja. Space Invaders. Ja. Space Invaders ook, ja. Maar als je daar dus goed was toen ook, had je ook echt een rij mensen om je heen staan die mee aan het kijken waren van wauw, deze kerel is echt gewoon aan het winnen. Hij speelt echt goed aan het spelen. Ja. Wat leuk. Ja. Die passie van het verzamelen, want je hebt ook allerlei poppetjes. Ja. Die horen allemaal bij bepaalde spellen. Zijn dat nou hele dure dingen? Wat kan ik me daarvoor voorstellen? Ze horen even vertellen niet hoeveel er staan. Ze horen niet duur te zijn, alleen deze zijn redelijk nieuw. Deze, okay. Een paar daarvan zijn nog uit dit jaar, maar die worden niet genoeg geproduceerd. Daar hebben ze de mankracht niet voor. Dus dingen die je normaal voor 15 euro in de winkel kan kopen, die zijn al 60 euro op internet, omdat mensen denken in te kopen en door te verkopen en winst van te maken. Oh, werkt dat zo? Ja, helaas werkt het zo. Nu is het zo dat veel ouders eigenlijk liever hun kind buiten zien spelen en in over slootjes zien springen dan achter die games en zo. Hoe was dat bij jou vroeger? Mijn ouders wilden ook al graag dat ik buiten ging spelen, maar het was nou ook zo dat wij thuis dus zelf een Super Nintendo hadden en daar speelde papa altijd op. En daar zijn wij toen dus ook maar op mee gaan spelen. En ik weet ook nog wel dat we toen voor Sinterklaas nieuwe cassettes voor de Super Nintendo gingen vragen. En toen hadden we dus weer het volgende deel van het spel dat we al gespeeld hadden. En zo bleef dat een beetje doorgaan. Dus het is zeker niet dat het niet begrepen werd op de een of andere manier. Okay. En is het nou eigenlijk, je hoort overal van, ah, dat is hartstikke slecht en ongezond voor het brein en dit en dat. Wat is jouw visie daarop? Wat ik gelezen heb, is dat er wel onderzoeken zijn laatst die zelfs bewijzen dat je reflexen veel beter worden van videogamen zelf. En misschien is het inderdaad minder goed voor je conditie en dergelijke, maar het heeft ook positieve invloeden. Het is altijd wel voordelen en nadelen. Oké. Okay. Nou ben jij als, ik noem het maar gewoon wiskundige. Dat is iets wat ontzettend, het is altijd met je hoofd, het heeft altijd met je hoofd te maken, in het hoofd werken, met het hoofd werken. Is dit dan een afleiding voor jou? Ja, zeker wel eigenlijk. Als ik veel dingen gedaan heb, het is fijn. Je kunt het even tussendoor doen, maar je kunt er ook echt voor gaan zitten. Het is wel afleiding. Het is iets waar je jezelf in kwijt kunt even. Oké. Okay. Ja. Nu is het begonnen met, ik moet even kijken, want ik ben absoluut geen kenner. 8-bit, 16-bit, 32-bit? Ja. Wanneer houdt dat op? Hoe gaat het verder? Ja, met technologie tegenwoordig, ik denk niet dat er een einde aan zit. Ze zijn nu al bezig met virtual reality. Je hebt er brillen voor dat je echt in het spel zit. En ook leuk oude 8-bit spellen die vroeger gespeeld werden, kun je nu in virtual reality spelen, als je de gereedschappen ervoor hebt. Maar waar het ophoudt, geen idee. Wie weet komen er projectoren die gewoon jouw woonkamer veranderen in een videospel. Jeetje mina. Nou, of als wijkagent door de stad. Dat zijn allerlei scènes die je dan kunt maken. Ja, misschien op Google Maps. Ja, alles kan. Even daarover. Kan iedereen zomaar een goede game ontwikkelen tegenwoordig? Het is tegenwoordig toegankelijker, omdat er ten eerste zijn tegenwoordig heel veel sites die crowdfunding mogelijk maken. Crowdfunding is dat je op internet mensen vraagt om geld te doneren naar een bepaald idee. Mm-hmm. En ten tweede, het is tegenwoordig makkelijker om je spellen op de markt te brengen. Dan heb ik het niet over consolespellen die ik dan verzamel, maar meer over consolespellen is los. Dat blijft moeilijker. Ja. Maar omdat je daar daadwerkelijk iets voor moet publiceren, iets uit moet brengen. Maar tegenwoordig op Steam, dat is een service op je computer, is het heel makkelijk. Hebben wij die allemaal? Het is te downloaden, okay, iedereen kan eraan komen. Ja. Is het relatief makkelijk om een spel uit te geven?
Okay. In vergelijking met hoe het altijd geweest is. Want het is vroeger zelfs zo geweest dat met eerste Nintendo, Nintendo werknemers hebben elk spel getest en gespeeld en een zegeltje opgeplakt van dit spel is goedgekeurd door ons. Dit is geen onzinspel, want het is ooit geweest. Dat is dan voor 1983 geweest dat de markt helemaal ingestort was omdat er slechte spellen kwamen. Okay. En daar zijn ze tegenwoordig gewoon minder bang voor. Want videogame staat tegenwoordig en ze gaan waarschijnlijk niet meer weg. Maar dat is ooit anders geweest. Aha. Nou hoor ik ook wel eens van die bloederige spellen. Met dat vermoorden en met messen en met heel veel bloed en zo. Is dat ook iets wat jij speelt? Dat is niet iets wat ik over het algemeen speel. Dat is ook niet iets wat ik verzamel, nee. Nee, want waar hou jij van? Met een verhaal zei je al. Ja, dat sowieso. Maar wat ik ook mooi vind is een oud spel, een platformspel. Gewoon Mario springen en dingen ontwijken. Die ken ik. Ja, nou, Mario ken geweldig. Ik. Ja. Oké. Nou, en dan heb jij zoveel. En op ineens is er een tentoonstelling in het Oertijd Museum. Afgelopen weekend was de opening. Ja, dat was deze zaterdag. Hoe was het voor je? Het was hartstikke leuk. Heel veel mensen die ik zelf ook uitgenodigd heb zijn gekomen. Veel vrienden, veel familie. Er waren mensen. Het ging allemaal prima. Er was ook nog een redacteur bij. Er is nog een artikel in over geschreven. Dus al met al heel geslaagd. Het is allemaal goed gedaan. Ik heb samen met mijn moeder een beeld onthuld. In de kast van The Legend of Zelda. En er is niks misgegaan. Het was hartstikke leuk. Heb je veel moeten vertellen? Er waren best wel wat mensen die toch wel wat dingen wilden weten achteraf, inderdaad. En ook veel mensen die nog van zich lieten horen wat ze ervan vinden. En eigenlijk allemaal positieve reacties. Oké. En wat is het volgende item wat je gaat aanschaffen, kopen of wat wil je hebben? Nou, in ieder geval dat ding van Frank, ja, volgens mij. Ja. Ik heb niet echt een plan voor mezelf uitgezet. Ik probeer altijd te kijken wanneer ik wat goedkoop kan krijgen. Maar ik heb nou toevallig bij iemand die ik ken een boek gereserveerd van een oud spel. Want dat doe je er ook bij, boeken? Ja, en, boeken, soundtracks. Beeldjes. Ja. Hadden wij nou deze al gehad? Ik ben namelijk aantechnisch, want hier staat nog een Philips. Ja, dat is een Philips. Misschien kennen mensen die nog wel. Die is heel erg geflopt. Die is toen deze tijd... is geflopt, ja. Een flop. Dit was de flop. Ja, dus als een van de slechtste spelconsoles ooit benoemd. Was toen die uitkwam 1000 gulden. En de spellen die erop kwamen waren ook van hele slechte kwaliteit toen de tijd. Oké. Maar jij hebt hem, want het is historische waarde, of jij wil gewoon alles. Door hebben. Een mislukte deal hebben ze rechten gekregen om spellen uit te brengen van Nintendo. Dus er zijn Zelda-spellen op uitgekomen en ik ben fan van Zelda, dus ik wou een CD hebben. Oké. Nou, ik vond het hartstikke leuk dat je dit allemaal hebt laten zien. Jij gaat nog eventjes spelen. En wij gaan genieten van Maarten. Maarten de Gans. Open up your mind and let me step inside. Rest your weary head and let your heart decide. It's so easy when you know the rules. It's so easy. All you have to do is fall in love. Play the game. Oh, everybody play the game of love. Ja, dankjewel Maarten. Dan ga ik ondertussen even naar jou, want je hebt straks natuurlijk nog een heel mooi nummer tot slot. Ik hoop het, ja. We kennen jou onder andere uit de band Acting the Maggot. Ja. René en die Rooien. Ja, ook erbij. Ook erbij. Heel af en toe een keer Want een Trio. Oh, doe je ook aan mee? En ik doe ook nog iets met Rutger en die Rooien, maar dat noemen we tegenwoordig eigenlijk Acting the Maggot Duo, want dat maakt het makkelijker. Kun je nog uit elkaar houden? Nee, allemaal. Dat was ook de reden om Rutger en die Roy maar eventjes passé te maken en Acting the Maggot Duo ervan te maken. Oké. Ja. Maar wat staat er binnenkort op de agenda voor jou? De aanstaande zaterdag, dan is de bierbanjerij hier in Bokstel. En dan sluiten wij af bij Bar Bekelot buiten op het terras. Altijd gezellig. Dus met René en die Roy is dat inderdaad. En de week daarna sta ik in een theatershow in Casa del Arte in Weibos. Dat is een heel klein theatertje. Dus iemand die heeft een schuur omgebouwd, een eigen bar ingezet. Die heeft Guinness aangeschreven, er komt Guinness daar.
En dan doen we eigenlijk de theatershow die we al eerder hebben gedaan met Act in the Maggot als hele band, doen we nu als duo. Dus heel klein en compact. En volgens mij is het bijna uitverkocht, dus ik weet niet of er nog kaarten zijn, maar het is heel klein en intiem. Maar je bent lekker actief als ja, en daarna krijg je Koningin in de Dag natuurlijk en dan gebeuren er nog andere dingen. Goed, nou leuk. Ik kom straks nog even bij je, want mijn volgende gasten die zijn alweer gearriveerd. Want op vrijdag 24 april dan vindt de tweede editie plaats van Rommelfest in B-Town. Piepende gitaren, snelle drums en zo zeggen ze zelf, stilstaan is onmogelijk. Ik verwelkom Nick van der Ven en Sander Blom. Leuk dat jullie er zijn. Ja. Nou, we gaan eerst maar eens even naar het Rommelfest, Nick. Nick, sorry, je zit hier. Nick, het Rommelfest, wat is het? Wat gaat er gebeuren? Het is een avond die we eigenlijk dit jaar weer hebben mogen organiseren in het jongerencentrum hier in Bokstol. Het is een avondje vol met muziek eigenlijk voor de mensen hier uit de buurt. Ja. We hebben dit eigenlijk al vaker gedaan. Dit is inderdaad de tweede keer dat we het... dit is de tweede keer dat we het onder de naam Rommelfest organiseren. Oh, ja. Maar het is al de vierde keer dat we het hier doen bij het jongerencentrum. Dus je bent hartstikke ervaren. Ja, toch? Het is in ieder geval, het bevalt elke keer weer hartstikke goed. Dus het is altijd leuk, altijd een hoop leuke reacties. En ja, er gebeurt gewoon weer lekker iets. Komt er veel bekijken bij de organisatie van het Rommelfest? Heb je het onder controle al op dit moment? Ja, het is allemaal wel te doen. Er komt stiekem altijd wel toch wel iets meer bij kijken dan dat je van tevoren denkt. Ja. Maar ik vind het wel superleuk om te regelen. Gewoon het contact met de bandjes en het contact met het jongerencentrum ook. Om alles rond te krijgen. En, we hebben toch elk jaar wel weer voor elkaar dat we weer leuke bandjes erbij hebben. En dat er gewoon een enthousiast publiek naartoe komt. Ja, te gek toch? Het is elk jaar gewoon weer een supergroot feest. Het is echt... Ja, leuk. En jullie gaan zelf ook meedoen, want jij maakt deel uit van This Is Not Okay. En ik heb op de site gelezen, we gaan in ieder geval voor een bak herrie zorgen. Nou mensen, hou je maar vast, want daar gaan we toch heel even een paar seconden wat van laten horen en zien we die bak herrie. Ja, en ik hoorde jou zeggen, Sander, dat die hahaha was jij. Die wil ik wel even horen. Kun je die hier ook? Okay. Doet hij, doet Maarten, doet dit. Ja. Dan doe, ja, hij was hem. Ja, hij is een beetje naar, hè, maar ja, dat is de bedoeling. Ja, hij is een beetje eng, hoor. Ja, dat is de bedoeling. Ik heb gelezen van, als het maar over bier en plezier gaat, jullie nummers. Ja. Zal vast een leuke quote zijn voor de website. Neer, ja. Oké, als we het hebben over bier en plezier. De toegang is vanaf 14 jaar. Hoe zit dat dan? Kijk ik even maar welke kant. Wat wil je weten? 14 jaar bier en plezier? Nee, dat denk ik niet. Nee, dat dacht ik ook niet. Nee. Nee. Dat zou je gescheiden, hè? Of hoe gaat dat dan? Hoe doe je dat? Volgens mij hebben jullie al bandjes toch bij... Ik weet het niet. Ik ben niet... Nee, je bent niet van de organisatie. Nee. Dat ben jij. Dat ben jij. Nee, maar dat stukje ligt al bij B-Town eigenlijk. Oh, oké. Okay. Ik regel meestal de bandjes. Sorry. Nee, maar dat maakt niet uit. Maar dat regelen ze bij B-Town eigenlijk allemaal. Die hebben gewoon hun eigen entree, zeg maar, waar ze zorgen dat ze de bandjes uitdelen aan mensen. Ja, en een standje met de muntenverkoop. En volgens mij inderdaad de mensen die te jong zijn, die krijgen volgens mij een ander kleur bandje of zoiets. Dat ze inderdaad geen alcohol kunnen krijgen. Nee, inderdaad. Nou, we hebben een heel mooi overzichtsfilmpje van B-Town. Dat is gemaakt door Patrick van der Heuvel. En laten we samen eens even gaan kijken wat je zoal bij B-Town kunt doen en beleven. Swing to the baseline, moving to the disco.
dancehall. Oh, shake it out. Crank the heat. Ja, Sander, dat is een, ik vind een mooi fris filmpje over wat er zoal bij, bij B-Town kan en ja, mogelijk is. Ja. Ik wou het toch heel even aanhalen, want bij sommige mensen, en het is altijd lastig om dat weg te krijgen, ook bij ouders, hoor je nog wel eens van, oh, B-Town, wordt daar niet ontzettend veel gebloot en dit en dat. Ja, ja. Ik ga het maar gewoon eerlijk op de bank gooien. Het zijn de ouders. De ouders, die zijn vroeger naar Paradox geweest. Oh, oké, okay. Dus die weten wel beter. Villa B18. Ja, precies. Nee, ik denk dat... Ik denk dat het publiek tegenwoordig veel meer opgeruimd is dan die ouders van hun vroeger. Ik vind dat een mooi antwoord. Ja. Nee, dat is een mooi antwoord. En even voor alle zekerheid en voor de mensen thuis. Er zijn inderdaad, hebben we net gehoord van iemand van B-Town, er zijn keurig de alcoholbandjes en de niet-alcoholbandjes. Dus moeten we heel even heel duidelijk maken dat dat uitstekend geregeld is binnen B-Town. Ja. Nou heren, we zijn alweer zo'n beetje tegen het einde van de uitzending. Ik dank je voor, je komst hier naar de studio en alle succes met jullie werkzaamheden bij B-Town. Ja. Want ja, we gaan nog een keer genieten van Maarten de Gans. You gave your hand to me. Then you say hello. And I could hardly speak. My heart is beating so. And anyone can tell. You think you know me well, but you don't know me. No, you don't know the one who dreams of you at night and longs to kiss your lips. Well, long a thousand times. Oh, I'm just a friend. That's what I've always been. But you don't know me. Oh, for I never knew making love, dull my heartaches with love for you. Oh, I pray when shy you left your chance go by. Oh, a chance that you might love me too. You gave your hand to me. Then you say goodbye, and I watched you walk away beside that lucky guy. Oh, you never ever know the one who loved you so, but you don't know me. You don't know me.
Super, Maarten, wat, ik vind dat jij zo'n mooie stem hebt. Echt te gek. Dankjewel. Super gedaan. Nou mensen, dit was Dommeland Live van vandaag. Over 2 weken zijn wij weer. Ik bedank al mijn gasten hier in de uitzending. En Frank, die ik net vergeten was netjes op de bank te vertellen. Frank, bedankt. Ik weet niet of je al weg bent, anders zie ik je zo. Rory, bedankt. Maarten, bedankt. Jullie thuis, bedankt voor het kijken. Over 2 weken is er weer een Dommeland Live. En dan met Geert Hoes. Graag tot dan. Fijne avond nog.